Of wij leegstand kunnen voorkomen, dat weet ik niet. Maar degene die verantwoordelijk zijn om deze leegstand op te vullen, die kunnen wij in ieder geval bedienen met waardevolle informatie die hun beter in staat stellen om een nieuwe huurder te vinden. Van de 55 landen waar we actief zijn, zijn er 24 in Europa. Jari is van oorsprong een Amerikaans bedrijf. Het hoofdkantoor is gevestigd in Santa Barbara in Californië. Als ik denk aan Amerikaanse softwarebedrijven, dan denk ik aan dat 90% in de verkoop zit en in marketing zit. Bij ons is het eigenlijk andersom. Jari is eigendom van onze oprichter Anand Jari. Dat is een Amerikaan van Indiase afkomst. Het is iemand die down to earth is, beide benen op de grond. En heel erg bezig met het bedienen van de klant en niet zozeer met de omzet van volgend kwartaal. In Amerika ondersteunen wij op dit moment al dat via een tablet het huurcontract zichtbaar wordt. En ik kan met mijn vinger een handtekening zetten, een zogenaamde e-signature. En ik ben op dat moment de huurder van die betreffende woning. Belangrijk aan apps is dat het heel eenvoudig is en ik heb hier ook geen training voor nodig om hiernaar te kunnen kijken. Bijvoorbeeld mijn uitstaande debiteuren of wat mijn leegstand is, maar dit heeft ook heel veel toegevoegde waarde naar je klanten toe, zowel de huurders als de opdrachtgevers, omdat je deze partijen beter kunt bedienen. Wanneer je dus een eigenaar bent of misschien het hoofd asset management van een asset management organisatie, dan heb je dus heel veel te maken met een heleboel spelers die allerlei dingen doen. En dat maakt het dus redelijk lastig om daar overzicht op te houden. Dat is dus de achtergrond geweest dat we dus een app als deze hebben ontwikkeld, waarbij je dus met een iPad direct toegang hebt tot data over je hele portefeuille.